Welkom bij deel 11 van de spelerscarrière. Inmiddels zijn we bij het stemmen aangekomen in de vorige aflevering. En is het Athletic Bilbao geworden met maar liefst 250 stemmen. 350 mensen hebben gestemd. Het is echt sick numbers. Ik had nooit voor kunnen stellen dat zoveel mensen in totaal een video zouden kijken. En elke keer als ik een video upload, dan is het minimaal 1000 mensen die het kijken. Dat is voor mij hartstikke leuk. En ik ga mijn best natuurlijk om gewoon weer meer video's te blijven uploaden. Daar gaat hij hoor. Transfernieuws. Sam Icy naar Bilbao. Sam Icy, huidige topscorer van de Eredivisie, verlaat Rotterdam voor Bilbao. En Icy heeft 1370 kilometer vanmorgen afgelegd en is vastbesloten om een succes te worden in de Spaanse voetbalstad. De Nederlandse voetbalpers reageert gemixt op het nieuws van een overstap te waarde van 13,5 miljoen. Zelfs Johan Derksen van VI was verrassend positief. Laten we luisteren. Maar die jongen die schijnt heel scherp te trainen. Als ze hem niet na de training uit het krachthonk halen waar hij voor zichzelf werkt, dan gaat hij de hele nacht door. Die beetje zoals René in zijn tijd, zeg maar. Ze noemen hem ook Gijpie daar. Ja, Gijpie, ja. Ze zeggen, na Gijpie, jij de eerste weer met een profmentaliteit dat hier aantreffen. Nee, maar ze dat zijn... Dat ook wel mijn naam. Ze zijn dol enthousiast over de jongen. Ja. Dus ik heb wat dat betreft geen pijn in de buik. Die jongen gaat zich ontwikkelen, want die is heel gedreven met een doel bezig. Oh, nou zelfs Johan Derksen die zegt het. Maar ja, zoals Gijp al zei, we zijn natuurlijk ook een nieuwe Gijp, hè? Wat dacht je daarvan? Het was een mooi bijpassend audiofragmentje op dat jullie het leuk vonden. Ik kan helaas geen video laten zien, want dan heb je te maken met allemaal copyright dingen. Dus ja, daar moet je natuurlijk goed mee uitkijken. En we moeten het wel leuk houden, want ik wil niet allemaal strikes krijgen alleen maar om een fragmentje te laten zien. Maar met alle credits naar natuurlijk VI. Prachtig programma, in mijn opinie. We zijn nu lid van Sportclub Atletiek. Atletiekclub, hè? Atletiekclub Bilbao. Eigenlijk gewoon Sportclub Bilbao. En dat voelt wel heel erg apart, want het is zo'n grote competitie vergeleken met de Eredivisie. En vergeleken met Sparta ook zo'n grote club. En we moeten nu echt een ding gaan doen. Under Armour is wat we nu gaan dragen en hopelijk dat wij een sponsordeel kunnen krijgen door Under Armour te laten zien. Dat ze zeggen, oh nou, die draagt die schoenen. Dan gaan wij die op die manier strikken. Want ja, nu zijn we toch wel een grote speler. Het is tijd voor een strak kapsel weer terug te gaan naar de roots. Een mooi strak kapseltje. En het baardje gaat lekker door, want we worden al wat ouder. En de baard laten we gewoon staan. Dus het heeft ongeveer een paar maanden geduurd voordat we de baardje hebben kunnen ophouden. Maar als hij helemaal weg is, duurt het dus ook heel lang om die weer op te bouwen. Hè? Dat heb je als je heel jong bent. Eerste wedstrijd, Atletic Bilbao tegen Sporting Gijón. Ja, de uitspraken voor mij worden allemaal nog een beetje oefenen, maar volgens mij het Spaanse kan ik wel aardig. Dus ik ga gewoon lekker mijn best doen. Maar ja, de spelernamen van die we hebben, De Marcos of is De Marco, wat je dan S niet uitspreekt, dat soort dingen, weet je wel. Daar moet ik nog een beetje mee oefenen. Maar joh, geef lekker die suggesties, dat vind ik dat hartstikke leuk. Want ja, beter dat ik het probeer en verkeerd zeg, dan dat ik het helemaal niet zeg natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Inderdaad. La Liga Santander. Vorig jaar was het nog BBVA. Santander, volgens mij is het gewoon een bedrijf. Ik zal even kijken precies wat het is. Maar BBVA was volgens mij een bank, al had ik het goed. Maar dat maakt verder niet uit. Raul Garcia naar Icy, maar dat past net niet goed. En daar is Lilo, mooie naam trouwens voor een voetballer. Lilo kan hem daar onderscheppen. En Icy gebruikt even lekker zijn lichaam om daar Mere, ja, zoals ik al zei, uitspraak. Het wordt echt geweldig om die daar weg te halen. Corner, valt hij in de kluts? Nee, het is Burgui. Naar Aduriz. En Aduriz, oh, die kan er wat van die Aduriz. Dat is een hele mooie. Naar San Jose. Heen en weer. Mooi voetbal. En Icy wacht daar geduldig op die bal. Kijk goed naar hoe Icy hier wacht op die bal. In ieder geval ik dan. En dit is het moment. We lopen door. We kunnen schieten. Hij wordt aangeraakt. En we scoren. Ons allereerste doelpunt. Ja hoor. Heerlijk. En ik moet zeggen, ik had nooit gedacht dat ik in de eerste wedstrijd meteen al zou scoren. Maar ik dacht dat hij er in één keer in ging, maar hij wordt dus aangeraakt. Zag ik later in de herhaling, waardoor ik het nu dus ook tegen jullie kon zeggen. Kijk eens goed wat er gebeurt. Heel mooi een 1-2'tje en hij wordt geschoten op het voorbeen. Bijna op de knie van de verdediger hier. Kijk. Oei, 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 oei. Ja, die zat daar echt... dat was wel jammer voor die speler. Maar helaas... Het maakt ook niet uit voor ons, want als hij erin zit, dan zit hij erin. Een doelpunt is een doelpunt, maar we zijn nog niet klaar. Het is inmiddels 70ste minuut. Heel kort eigenlijk naar het vorige doelpunt. Kijk eens naar deze geweldige aanval. Wat een voetbal wordt hier gespeeld. Ik ga mooi mee, dus kans voor een schot. Lopez, nee! Oh, en Benat, die kan daar bijna... nog wel. Oh, kijk, hij is ook nog aanvoerder. Goed om te weten dat hij aanvoerder is. Dan weet ik dat voor de toekomst. Ik leer zelf ook nog natuurlijk, hè. Ik weet van Bilbao niet zo gek veel, dus dat scheelt. Daar is hij, De Marcos. Het is inmiddels de 89ste minuut. Gaan wij deze wedstrijd vasthouden om te winnen? Kijk eens naar dit fantastisch stukje voetbal. Kijk naar wat hier gaat gebeuren. 1, 2, 3, 4. Aduriz met een mooi hakje. San Jose, San Jose, hoe je het ook zegt. Naar Icy en die maakt hem heerlijk af. Met het linkerbeen in de rechterbovenhoek. En dan pakken wij ons tweede doelpunt. En dan gaan we natuurlijk helemaal wauw. Dan gaan we weer, hoppakee, glijden.
Ja, hartstikke vet dat we daar gewoon het doelpunt opnieuw kunnen pakken. Maar de aanval, het voetbal, en dan zie je echt zo'n groot niveauverschil met waar we vandaan zijn gekomen. En voor de competitie deden wij het met Sparta hartstikke leuk. Maar het niveau deze spelers hebben allemaal in 80 al bijna. Hè? 80 plus, 79, 80. Ja, dat kan je gewoon in weinig competities vinden. Zelfs Ajax, PSV en Feyenoord hebben dat nog lang na niet. Ja, het is heel erg vet om op zo'n heel hoog podium mee te mogen doen. En meteen 2 doelpunten te mogen scoren. Nu is het aan ons ook verder om er iets aan te gaan doen. Hè, in deze competitie. Om die doelpunten te gaan maken. En in de winter tot en met de zomer toch nog zo'n groot verschil te maken. Dat we mee mogen met de Nederlandse internationale wedstrijden. De international games wil je natuurlijk gewoon bijzitten. Altijd. Je wil altijd voor het Nederlands elftal worden opgeroepen. En zo even gaan kijken wat de eerstvolgende wedstrijden zijn van het Nederlands elftal. En dan kunnen wij natuurlijk een soort van doel gaan zetten van dan willen wij geselecteerd worden voor het Nederlands elftal. Zorg dat je teamgenoot vrij staat als je een paas geeft. Dat vind ik een goede suggestie van de trainer. Atletiek Bilbao werd niet teleurgesteld en zagen hun nieuwe spelers aan het werk. En ja, dat is gewoon heerlijk. Dus even kijken, februari. Nee, maart. Ja. Oh, daar is hij. Oké, over pakweg 2 maanden kunnen wij nu naar Zwitserland en Polen. Dat is wel heel erg tof. Dat is na een wedstrijd tegen Real Madrid. Alsof het maar even niks is. Dan moet je kijken. Zo, man. Nonde, you. Zwitserland en Polen. Dat gaat hem worden. Zwitserland en Polen is in mijn opinie geen makkelijk tegenstander. Helemaal Polen niet. Die lijkt mij toch iets hoger niveau hebben dan Zwitserland. Maar we gaan het gewoon zeker proberen om voor het Nederlands elftal te worden geselecteerd. En daar hebben we natuurlijk wel leuke dingen om afleveringen van te maken. Even kijken door het teamverslag. Wat voor spelers hebben we op onze positie staan en bij ons samen in de aanval? We hebben Samir Marinho, Iker Muninyan volgens mij. En dan heb je nog, de grootste concurrent is denk ik wel Inaki Williams. En Marco Susaeta. Susaeta? Ja, dat is hem wel. Kijk dan, Aduriz, 82. Man, wat een vent. 35 jaar. Mooi. Ja, de Williams is dit seizoen al plus 1 gegaan. Was dus 80, nu 81. Nog maar 22 jaar. En hij is 23 miljoen waard. Dan hebben we, wij zijn net wel iets boven deze gast. Susaeta, die staat iets onder ons in het niveau. En die moeten we dus nog wel uit de selectie kunnen spelen. Maar hopelijk dat we elke wedstrijd worden opgesteld. Op dit moment staan we boven die rechtsvoor, die Inaki Williams. En wij zijn ook echt een rechtsvoor en zij zijn een rechtsback. Dat heeft te maken met hoe breed of zo in FIFA. Terwijl in mijn opinie is het eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Kijk, dan zie ik ook je rivalen bekijken. Dat is wel een leuk schermpje. Er is niet zo heel vaak naar gekeken in deze serie. Dus wel leuk dat we daar een keer gaan naar kijken. Kijk dan, Ozil kan debuteren bij Barcelona. Wat? Ozil is in Barcelona. En dat is gewoon de competitie natuurlijk waar wij nu in spelen. Met Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Sevilla. Ja, joh, gekke shit. Valencia, ja. Oeh, dat wordt nog een spannende middag. Neymar, Ronaldo, Messi, Griezmann. Of Griezmann. Och, krijgen we dat weer natuurlijk. Daar is zeker over. Barcelona, 18 doelpunten. Neymar. Ronaldo is op 15. En Messi op 12. Griezmann op 12. Ik zeg gewoon Griezmann, jongens. Deal with it. Ik ga het gewoon doen. En dat is wat het is. Suarez, Barcelona, 9 assisten. Ja, gaat wel vrij rap. En wij komen in de buurt, want we hebben dan 2. Hey, als we er nu vandaag nog even 2 scoren, dan staan we alweer op 4. Als we dat elke week doen, dan gaan we het gewoon redden, joh. En die 15 doelpunten. Maar hou even serieus. Het niveau kunnen we misschien niet halen, maar we doen wel zeker mee bovenin. En we zijn heel erg dicht bij Europees voetbal. En ik zal zeker niet toelaten dat we iets minder dan Europees voetbal halen. Want het zou toch zonde zijn als we dat niet in deze serie mogen toepassen. Uit tegen Barcelona. Dat wordt spannend. Helaas natuurlijk geen Camp Nou. Want die is opgekocht door PES 2017. Konami. Maar helaas, het is wat het is. Dus dan komen we in El Libertado. Libertado is het nu. El Libertador. Dat is hem. Ja hoor. Spaans. Ja. Kan je het? Nee. FC Barcelona. 19 wedstrijden gespeeld. 45 punten. Die zitten dus nog op de, op de kont van Real. Als het gaat om het volgen van die van die gasten. En daar staan worden camera's, Spaanse camera's worden gemunt op de jongen die de vorige week 2 doelpunten gescoord hebben. En wij mogen hier handjes schudden met Iniesta, met Ter Stegen. En omdat het spelerscarrière is en FIFA vaag aan het doen is, moet ik op deze manier even de selectie laten zien. Maar ze hebben echt het beste elftal wat je kan opstellen, hebben ze opgesteld. Het is echt niet normaal. En ik denk, in mijn opinie, als je op deze manier verder gaat met jouw team voor Barcelona, met Ozil er ook nog bij, het kan alleen maar beter worden. Maar hier een kans voor Ice, die kan dribbelen in de 16. Piqué stopt hem, schiet op doel, stel zeker, hij gaat erin! Hij gaat erin! Ja! Het is Ice, en die scoort Barcelona uit. En in de 8e minuut is het de nieuwe aankoop met zijn 3e doelpunt in 2 wedstrijden.
En die gasten, waaronder Adoris, die denken echt, wat hebben we hier in huis gehaald? Deze gast, die kan voetballen. Het is niet normaal. Ja, natuurlijk. We hebben nummer 9 gekregen. Hè. Heb ik nog niet eerder over gehad. Maar we hebben dus nummer 9 gekregen. En ik ga die niet nemen. Ik bedoel, net als Memphis Depay, die kreeg ook 7. Maar ja, die kwam wel van PSV naar United. En wij, nou ja, weet je, op zich wel vergelijkbare stappen. Sparta naar Bilbao, een beetje grote stap. Maar het is wel heel erg sick dat wij nummer 9 krijgen, gewoon die positie. Is er nou een nummer dat jullie zeggen, nee, dat mag eigenlijk niet. Nee, dat moet je nemen. Oh, terwijl ik daarover had, is het Suarez volgens mij of is het Busquets? Ja, het is Busquets, die kopt hem hierin en dan is het 1-1. Maar is er het nummer dat jullie zeggen, die moet je nemen en dat is waarom? Misschien de historie van Bilbao, waarom ik geen 9 mag. Of juist waarom ik een ander nummer mag, maar dat ik het graag nog aanpassen. En dat is natuurlijk de democratische manier van hoe wij dingen doen, hoe wij zaken doen op dit kanaal. Dus laat me daar een reactie over horen. Met het rugnummer houden we deze, want die hebben we gekregen. Of gaan we hem weggeven, dan mag jij het zeggen. Jordi Alba in de 79e minuut naar Alex Vidal, de rechtsback. En het is Messi, die kan hem bijna inkoppen met een flying Dutchman bijna. Hè. Dat zou leuk zijn als wij het zouden doen, want dan was het ook echt de Dutchman. Suarez nog een keer met een poging. Hij komt in handen van Messi, eigenlijk in de voeten. En ja, het maakt niet uit handen of voeten, maar Messi die kan alles met een voetbal. En die scoort hem fantastisch. Helaas doen we het zo goed de hele wedstrijd. En op het einde laten we hem toch nog het steekje of twee los. En dan zie je dat we helaas verliezen. Maar ja, dat is allemaal wat er gebeurt als je tegen Barcelona speelt. Die hebben zoveel vuurkracht en zoveel agressie en goede spelers. Helaas, ik vind het niet heel erg. Het kan gebeuren, maar het is wat het is. We hebben alsnog tenminste wel ons doelpunt gepakt. En op het einde komen de camera's op Messi, maar ook op Icy. En dat is natuurlijk ook wel heel erg speciaal. Omdat wij nu al 2 wedstrijden, 3 doelpunten hebben mogen pakken. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Als je hem leuk vond, laat me dan een blauw duimpje achter. Abonneren. Als je het niet gedaan hebt, zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya.